Dan de groepsfase. De sfeer is geweldig. En hier zorgen de ploegen voor de uiteindelijke beslissing van wie er verder gaat en wie niet. Deze wedstrijd was binnen een mum van tijd uitverkocht. En eindelijk is het begin daar. Het stadion zindert van de spanning. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Door op het doel af. Op de dreef en een schot. Neemt hem ineens. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Goed gedaan. Hij doet wat hij moet doen en haalt de angel uit die aanval. Wat een snelheid. Een juweeltje dit schot. En dat is raar. Die man meer situatie hebben ze slim uitgespeeld. Die doelman maakte geen schijnbaar kans. Nee, hij wacht het netjes af, maar uiteindelijk was het een simpel intikken. En dat was de eerste. Berisha. Ja, en nu? Hij schiet. Je zag, Juri, wat hij van plan was met het blokje. Ja, maar het was een matige poging. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Ja, en nu een schot. Score! Wat een prachtige goal. Vooral door de pas, Evert. Hij wist precies waar de bal moest komen. Een heel mooi schot, Evert. Buiten bereik van de keeper via de paal. Jonathan Soriano. Ja, nu komen we met die voorzet. Het is een inworp. En hij is de bal kwijt. Daar had hij echt.
echt een open kans. Neemt hem op zijn slof. Hij zit erin. Dat hebben ze slim uitgespeeld hoor. De doelman maakt eigenlijk geen schijn van kans. Ja, het is natuurlijk lastig hè, als er twee aanvallers op je afkomen en er valt hem uiteindelijk niets aan te rekenen. En dat is een doelpunt met een beetje hangen en een wurgen. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Hendricks. Als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. Ze vechten om de bal. Recht op de doel af. Hij gaat ervoor. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Bal is over de lijn inworp. Mooie opbouw. Bal gaat net naast. Nou, deze had hij er wel in kunnen schieten hoor, maar ja. Van Diemen. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Ja, en nu? Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Rode kaart. En dat maakt de kans op een comeback nu wel heel erg klein. Ja, ja goed. Ja, wat moet je doen nu? Een beetje risico nemen. Hendricks. Van Diemen. De keeper komt prima zijn doel uit en stopt de bal. Dat was een goede beslissing. Ja, even klein. We gaan rusten bij 3-0. En eens kijken wat de tweede helft voor ons in petto heeft. De trainer zal flink tekeer zijn gegaan. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. Precies op tijd ingegrepen. Ja, en nu? Wat een vaart. Moet je dat zien? Krijgt de kans. Daar gaat hij. Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Volley. Hij laat zich echt niet passeren. Hendricks. Eenvoudige lang, slecht verdedigd zeg. Ja, en nu? Het schot! En weer een doelpunt! Ik begin medelijden te krijgen met de tegenpartij. Tweede doelpunt van de wedstrijd. Het gaat hem goed af. En daar is de keeper kansloos. Het schot is te goed geplaatst. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Van Diemen. Gaat hij het redden? Die gaat uit, het is een inworp.
De scheidsrechter geeft een vrije trap. Zo ging die bal er uiteindelijk in. Raak, hij zit. Wat een geweldig moment voor deze speler. 3 goals op een rij, een hat-trick. Hij speelt fantastisch vandaag. Hij ruikt zijn kansen en hij maakt ze allemaal af. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Hij heeft nu alle ruimte voor een voorzet. Een schermutseling om de bal. Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. De voorzet kan nu komen. Nou, dat was een knappe redding. En heeft de bal nog vast ook. Trapt hem uit en geeft het balbezit weg. Hendricks. Ja, en nu? En het schot. Via de paal en achter. Schwekler. Einde wedstrijd, stand 5-0.